trots op jullie dat jullie hier met z'n allen zijn. Dus laten we beginnen met een applaus voor jezelf. Fantastisch hier. En ik ben ook heel erg trots dat ik hier sta met Nienke Koopmans. Staat op de lijst in Friesland voor BVNL. We zijn een partij van ondernemers, voor ondernemers, van hardwerkende mensen. En trouwens, degene die hier net stond, Patrick Schilder, visser, wat eigenlijk ook een BVNL jasje aan moet hebben. Want hij is een van die vissers die stand houdt tegen dit ordinaire regime dat blijft hakken op ondernemers, op boeren en op vissers. Maar in wat voor land zijn we terechtgekomen? Een land waarin de tandem Rutte Kagen ervoor zorgt dat ouderen hun gasrekening niet meer kunnen betalen en onderkoeld het ziekenhuis worden ingereden. Een land waarin boeren niet meer weten of ze hun boerderij kunnen overdragen op hun kinderen. Een land waarin vissers niet meer vissen. Alle visafslagen in Nederland zijn gewoon weg. Het is afgelopen. En hoe komt dit? Het komt omdat we midden in een collectivistische, marxistische, Mark Rutte, Sigrid Kaag revolutie zitten. Het is een omslag van het oude kapitalisme naar het collectivisme. En dat is niet iets waar we in willen zitten. Want wij zijn allemaal hardwerkende, normale mensen die een normaal gezin willen hebben. En we zitten met een overheid die dader is geworden. En we hebben dat voor het eerst gezien in coronatijd. En we staan nu heerlijk dicht naast elkaar. En we mogen elkaar weer handen geven, we mogen weer zoenen, we mogen een keer in ons blootje naast elkaar liggen. We mogen weer op bezoek bij opa en oma. Je mag je hond weer uitlaten na 9 uur. Allemaal heel erg blij. Zijn we er blij mee of niet? Ja! Volslagen idioot dat we het zover hebben laten komen. Als je eraan terugdenkt, het is totaal onwerkelijk. Maar die overheid die is dader geworden. En het was niet alleen coronatijd. Het was ook in de toeslagenaffaire. Tienduizenden gezinnen die kapot zijn gemaakt door deze overheid. Door het groepje mensen dat nu weer in het kabinet zit. Ze zijn gewoon weer teruggekomen. En nu hebben we net de Groninger gasaffaire af te drukken. Is weer een parlementaire enquêtecommissie geweest. En die heeft besloten, weer ongekend onrecht. Hoe heeft het kunnen gebeuren? En wat gebeurt er? Helemaal niks. Inderdaad, stem ze weg. Dankjewel. En het gaat maar door. Het is niet het enige onrecht. Bij de toeslagenaffaire zijn er 2000 kinderen uit huis geplaatst. Er is een gigantisch probleem in de jeugdzorg. En ik moet de moeders bedanken, want die waren ook in coronatijd de eerste die opstonden, de eerste die wakker waren. En de moeders, ik hoop dat er hier heel veel moeders aanwezig zijn, de moeders maken altijd het verschil. Ik zie daar een moeder. Dankjewel! Als wij wakker blijven, dan kunnen we deze collectivistische revolutie kunnen we weerstaan. En het moet veranderen, want we hebben het laten gebeuren en de schuld ligt bij mij en de schuld ligt bij jullie, want wij zijn allemaal hardwerkende mensen. Maar we hebben verzuimd om mee te doen. We hebben de democratie aan zijn lot overgelaten. En we hebben niet onze sociale dienstplicht gedaan. We hebben niet meegedaan. We hebben de bal totaal laten vallen. En we moeten dat weer terug gaan pakken. Want op dit moment zitten er allerlei mensen in het kabinet die nog nooit een baan hebben gehad. Dus de Kaiser Ollengren is minister van Defensie. Die heeft een verschil niet tussen een sergeant en een majoor. We hebben een minister van Stikstof. Die denkt dat stikstof een stof is waar je van gaat stikken. We hebben een minister van Justitie die geen rechten heeft gestudeerd. En we hebben uiteindelijk een minister-president die er al 12 jaar zit, die geschiedenis heeft gestudeerd en de geschiedenisboekjes in moet gaan. Nou, nu mogen jullie even lachen hoor. Dat bedoelt een grap. En de hele Tweede Kamer zit vol met mensen die ook niet vroeg in bed uitgaan zoals jullie. Dat zijn gewoon allemaal mensen die door Geert Wilders, die hier net was, tassendragers worden genoemd. En dat zijn zo. Ze studeren af, ze gaan een pas dragen, ze worden persoonlijk medewerker en dan worden ze beleidsmedewerker en dan worden ze kamerlid en dan gaan ze jullie vertellen dat je geen biefstuk meer mag eten, dat je niet mag vissen, niet meer mag boeren, dat je je eigen pensioen niet meer mag opbouwen, want dan moeten wij allemaal als ondernemer en daar gaat het mis. Dus laten we in godsnaam op 15 maart gaan stemmen, we hebben nog maar een paar dagen, stem ze weg, stem in ieder geval niet op al die partijen die hier staan de VVD, D66, CDA, ChristenUnie. Maar eigenlijk vind ik dat niet eens de ergste. De ergste zitten aan de andere kant. Dat zijn de Partij van de Arbeid en GroenLinks. GroenLinks is helemaal niet groen. En het is helemaal niet links. Dat zijn de oude communisten, maar onder een andere naam. Dus stem ze weg op 15 maart. Stem BVNL in het belang van Nederland. En nu hebben we
Nienke Koopmans. Boer, 80 koeien. Dankjewel, Wieberen. Ja, zoals Wieberen al zegt, ik ben boer en het liefste wat ik doe is koeien melken. En eigenlijk, ik sta nu op de lijst van BVNL. Eigenlijk, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon thuis zijn met ons bedrijf. Maar dat gaat gewoon helemaal verkeerd op deze manier. Maar weten jullie wat het is? Het zijn onze bedrijven, maar het is jullie voedsel wat ze je afnemen. En als je nou op één manier op een knie wilt krijgen, als je je vrijheid af wilt nemen, dan pakken ze je je voedsel af. En daar zijn ze mee bezig. Want ze laten steeds meer mensen Nederland in. Het land loopt helemaal vol. En aan de andere kant jagen ze de boeren met tienduizenden gelijk. Pakken ze gewoon de bedrijven af. Maken ze het werk onmogelijk. Dat gaat echt niet goed. Maar het is er maar één ding bedoeld. Vrijheid afpakken en jullie op je knieën krijgen. Dus, nou, jullie hebben Wieberen net horen praten. Ik zeg, ik heb helemaal geen zin in de politiek. En zei, je moet het doen. Wieberen wil mensen op de lijst die het werk gaan doen. Die ook echt met de modders in de klei of met de voeten in de klei staan. Dus ik ga het doen en ik zou jullie ook allemaal oproepen. Verzet je, bemoei je met de politiek. En denk niet dat het allemaal wel goed komt omdat je nu een goed gevulde maag hebt. Want het komt niet goed. Nou, jullie zal het niet liggen, want jullie zijn hier allemaal. Dus aanstaande woensdag, inderdaad, stem ze weg. En stem in het belang van Nederland. Stem BVNL, dank jullie wel.